ik ben heel erg gekwetst geweest ook in mijn hele carrière. En dan riep je vuile kale, weet je wel. Ja, dan ben ik heel boos. Nou hebben wij er in de studio Jan van Halst. Die heb jij zelfs ook nog eens een paar keer gecoacht, hè, als leider. Ja, die heb je hier ook nog een paar dagen. Nou, vuile vis is geen kale, dat heb ik tegen mij gezegd. Ja. Hij zou iets van Jan van Halst moeten hebben. En Jan zou alles van hem moeten hebben. Van Gaal, ik weet het in onze tijd niet altijd. Al ga je 1000 keer naar de eerste paal voor Jan, voor de K. Dan heb je Jan voor de korte. Ja, in ieder geval, je moet gewoon gaan, want iemand anders kan profiteren. En ik denk dat dat, dat laat toch weer zien dat hij in ieder geval niet op dit moment goed genoeg is. Jongens, wat ook allemaal over. Voor de analyse op deze zondag tegen Jan van Halst en Mario B. Die er al staan bij knappend haasvuurtje. Waar stel jij dus? Volle boelen. Volle boelen? Ja, ken je dat niet? Is dat Utrecht? Ja. Dat ken je niet. Ja. Oh, nou ja, ik zou niet zeggen doen. Ik zou niet zeggen wat boelen in het stuur naast me. Ik dat wil jij niet. Ja, mooi. 3 jaar in de Visie Live. Hebben we een lol gehad? We hebben een behoorlijke hoop lol gehad. Maar dat zul je ongetwijfeld bij Single ook hebben. Ja, ja, ja. Super veel succes erbij. Je krijgt uiteraard wel gewoon. Nou, wat leuk. Kijk, uiteraard, jammer. Mooie fase. Hop, ja. Kon er vanaf in die vader. Hoppatee, jongen. Leuk. Alsjeblieft. Top, dankjewel, man. Zeer veel succes. Ja. Nou, hopelijk ook veel succes bij je nieuwe baan bij Twente in de Eredivisie. Maar daar later natuurlijk meer over. En van mijn kant ook hartstikke bedankt voor de leuke samenwerking, maar met name de professionele samenwerking. Want dat heb ik niet alleen bij Eredivisie Live, maar bij Fox Sports, maar ook de productiemaatschappij en de Mol. Was ik echt alles van onderin. Nou, top. Veel plezier, succes. Dank jullie wel. En tot gauw. Okay. En jij, Ronald, je schuift wel weer een keer aan. Ik schuif wel weer aan. Ik denk aanstaande zondag volgens mij weer. Uitstekend. Of vrijdag. Vrijdag. Nederland zelf dan? Ja. Ja, Nederland-Ierland of Ierland-Nederland is komende vrijdag te zien. Maar uiteraard zometeen ook heel veel meer. Mannen, nogmaals dank allebei. Wij gaan zo dadelijk natuurlijk verder met Aleta Leidelmeijer. Daarin ook de huldiging van Barcelona. Zij winnen 120 minuten met 2-0 van Sevilla.